Schip ahoy, scheepsmaatjes. Zeg, maatjes, wat vinden jullie van mijn brilletje? Mooi, hè? Zeg, toen ik daarnet nadacht over leuke verhaaltjes voor de toverlantaarn, zag ik dit brilletje liggen en ik moest meteen aan een heel leuk verhaaltje denken. Zeg, maatjes, een hele tijd geleden waren we gezellig met de scheve schuit aan het rondvaren, toen ons oog viel op een klein eilandje. We besloten om aan te meren en er even een kijkje te gaan nemen. Wie weet, vonden we wel een of andere schat. Maar eigenlijk was er niets te zien op het eiland, buiten zand, rotsen en planten. Ja, een beetje teleurgesteld dropen we terug af. Maar toen begon het. Ik speurde met mijn telescoop de omgeving af. Toen ik plots voelde dat mijn hoed werd afgenomen. Toen ik me omdraaide, zag ik Steven rustig slapen op enkele zakken aardappelen. Met mijn hoed op! Toen ik hem wakker maakte, beweerde Steven dat hij mijn hoed helemaal niet had afgepakt. Maar ja, ik geloofde hem natuurlijk niet. Niet zoveel later hoorde ik Stien en Berend dan weer ruzie maken. Ik besloot om een kijkje te gaan nemen. Berend was boos en vertelde me dat Stien achter zijn rug zout in de brokkenpap had gedaan. Stientje beweerde dan weer bij hoog en laag dat ze het niet had gedaan. Maar Berend geloofde er niets van. Want zij was de enige die bij hem in de buurt was en dus ook de enige die het kon gedaan hebben. Stien en Berend begonnen alleen maar meer en meer ruzie te maken, tot ik zelfs tussen beiden moest komen. Stien ging mokkend naar boven. Toen ik haar vroeg of ze misschien een idee had wat er was gebeurd, antwoordde ze boos dat Berend waarschijnlijk verstrooid was, maar het niet wou toegeven. Ja, ik vond het in ieder geval wat vreemd. Eerst mijn hoed, dan het voorval met de brokkenpap. De sfeer was om te snijden tijdens het avondeten. Stientje en Berend waren nog steeds boos op elkaar en Steven nam het me nog altijd kwalijk dat ik dacht dat hij mijn hoed had afgepakt. Ik begon stilaan te denken dat er meer aan de hand was, maatjes. Toen ik plots vanuit mijn ooghoek een ton uit zichzelf zag bewegen. Een seconde later werd Stien op de schouder getikt. Ze keek achterom, maar er was niemand te zien. Ze keek boos naar Berend, die naast haar zat. En zei dat ze geen zin had in de nozele spelletjes. Terwijl Stien en Berend terug ruzie begonnen te maken en Steven jammerend zijn oren bedekte, hoorde ik gelach en zag ik de ton opnieuw bewegen. Voorzichtig stapte ik naar de ton. Ik haalde het deksel eraf en ik zag een geest. Een plaaggeest. De plaaggeest lachte toen hij me zag en zweefde er snel vandoor. Het was toen dat ik besefte dat de plaaggeest waarschijnlijk mijn hoed had afgepakt en die op het hoofd van Steven had gezet en zout in de brokkenpap had gedaan. Maatjes, wij moesten de plaaggeest verjagen. Maar hoe? Ja, want plaaggeesten krijg je moeilijk weg. Tenzij je hen de schrik van zijn leven kan bezorgen. Dus kwamen wij met een plannetje. We lokten de plaaggeest naar mijn kajuit, waar ik me in een grote kist verstopte. Berend en Stien zeiden dan tegen Steven dat hij absoluut niet in de kist mocht kijken. Ja, want anders zou er wat zwaaien. De plaaggeest hoorde dat en hapte toe. Hij was van plan om de kist te openen, zodat Steven de schuld zou krijgen. Op het moment dat de plaaggeest de kist opende, sprong ik met mijn gekke bril uit de kist en ik riep heel luid: boe! Ja, maatjes, doen jullie even mee thuis. 1, 2, 3. Boe! Boe! De plaaggeest schrok zo hard dat hij meteen verdween. Dankzij deze gekke bril die ik in een oude verkleedkoffer vond. Zeg, wat denken jullie? Vinden jullie dit een spannend verhaaltje voor de toverlantaarn? Ja, hè? Zeg, maar nu ga ik eerst proberen om Stien te laten schrikken met de bril. Ja, want die beweert natuurlijk dat ze nooit bang is. Schip ahoy, piraatjes. Tot een volgend spannend verhaaltje. Hallo, schip ahoy.
Blah, blah, blah.